altijd wachten op Tuur voordat we kunnen beginnen met eten. Goedemorgen, welkom weer een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en ik ben lui. Het is inmiddels 11 uur en Tuur die is aan het fietsen. Hij wil vandaag 100 kilometer fietsen. Hij heeft een mountainbike, geen racefiets. Dus 100 kilometer op een mountainbike is redelijk wat. Gelukkig is het super lekker weer. Hij is ook vrij, want de basisscholen zijn nu nog vrij. En op donderdag is natuurlijk over het algemeen rustiger op de weg dan in het weekend. Dus hij dacht, ja, als ik die 100 kilometer een keer aan wil tikken, dan moet ik het echt vandaag doen. Anders komt het er nooit meer van. Lekker dramatisch, maar ja. Hij is nu dus 100 kilometer aan het fietsen. Dus ik heb de rijk voor me alleen. Hopelijk krijg ik straks wat inspiratie om te schrijven. Want daar zit ik wel echt om verlegen eigenlijk. Mijn vest zit niet goed. En ik heb afgelopen dinsdag oefeningen gedaan. En daardoor zijn mijn schouderbladen helemaal... De spieren in mijn schouderbladen zijn helemaal strak. En ik moet echt mijn best doen om te blijven ontspannen. Want anders krijg ik straks koppijn. Hey Tuurtje, wat heb je gedaan? Fiets! Hoe lang? 103 kilometer op mijn mountainbike. Gekkie. Zit je haar goed? Dank je. Het smaakt weer. Heb jij een sapje niet meegenomen? Ja, heb ik op. Tuur drinkt altijd zijn groene sapje uit een hoekgaardenglas. Groene gerst. Net echt. Ik heb een nieuw boek gekocht. Running for My Life van Lopez Lomong. Dat is een Soedanese atleet die nu Amerikaans is. Hij is gevlucht. En hij heeft het ook gelopen voor Amerika tijdens de Olympische Spelen. En hij zit bij de Bowerman Truck Club. Welke afstand? 5 en 10 toch? Ja, volgens mij ook ja. Ja. Tuur heeft 100 kilometer gefietst, dus die heeft dit verdiend. Ik niet. Jawel, je hebt hele mooie plannen gemaakt voor de toekomst. Ja. Maar daarnaast heb ik ook een beetje koppijn, dus het lijkt me niet verstandig om dan alcohol te gaan drinken. Dus ik hou het bij chips. Dat is altijd verstandig. Er zijn nog 2 HelloFresh recepten die we niet gegeten hebben. Tuur wil volgens mij gaan voor deze vanavond. Wat ik ook zo makkelijk vind aan HelloFresh is dat je gewoon alles in één keer bij elkaar hebt. Oh ja, die zak Doritos is leeg. Tuur vindt het altijd zo leuk om zichzelf in vlogs terug te zien. Meer! Oké, dit is het geworden. Nu is het alleen nog wachten op Tuur voordat we kunnen beginnen met eten. Altijd wachten op Tuur voordat we kunnen beginnen met eten. Tuur, ja. Ben je klaar met je social media? Ik weet dat je nu inmiddels social media star bent en dat je iedere dag alles goed moet managen, maar heb je ook nog tijd voor mij? Ja hoor. We hebben net echt een leuke film gekeken, vond ik trouwens. Ja, dat was helemaal jouw vakgebied natuurlijk. De film heette Late Night en hij was met Emma Thompson en Mindy Kaling. En ik vond hem echt heel goed. Ik verbaas me dat... Ja, het is natuurlijk niet logisch eigenlijk. Dat zij een team heeft met schrijvers om zich heen. En dan met 10 mensen en wie dan de beste grappen... kiest ze daar de beste grappen uit en die gaat ze dan gebruiken. Ja, dacht jij dat ze al die talkshows... helemaal in hun eentje alle grappen schreven. Omdat ze die ter plekke verzonnen. Misschien wel. En ik vind ook wel... het begin van de film, toen werd een beetje uitgelegd hoe dat nou werkt hè, met schrijver zijn en zo. En toen dacht ik ook echt een beetje aan jou, want jij doet ook. Jij staat op en dan ga jij eerst een half uur lang... inspiratie zoeken volgens mij. Met overal... Zo noem ik dat. Eh? Je zou ook kunnen zeggen Twitter, Instagram, NOS, Blendel. Ja, en dan ga ik denken, oh hey, ja, ik ga hierover schrijven. En ja, dat is wel waar. Het is wel inspiratie, maar het voelt altijd heel nutteloos als ik ermee bezig ben. Maar misschien moet ik het inderdaad gewoon inspiratie noemen. En dan schrijf je je blog daarover. En ook, soms vraag je aan mij van, oh, ik heb geen onderwerp voor mijn blog. En dan zeg ik, joh, doe het over... dit of dat. En dan, ja, een goed idee. En dan doe jij dat. Of soms dan zeg jij dit of dat. En dan denk ik, er zit iets in, maar ik doe dit en dit. In plaats van dit en dat. Ja, grappig dat het zo werkt. Tijd voor vragen? Ja. Oh, er was trouwens nog gisteren iets... van dat je moet huilen na een sportprestatie. Oh ja, gisteren beantwoordde een vraag over... Heb je wel eens gehuild na een... van je eigen sportprestaties. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk dat bij mijn eigen sportprestaties niet doe. Ik ook niet. Maar dat ik het wel... bij andermans prestaties. Ja, bij andermans prestaties wel heb. Yeah. Bijvoorbeeld zelfs een jaar later werd de Amsterdam Gold Race van Mathieu van der Poel. Toen zat ik gewoon te huilen, terwijl het een jaar geleden was. En ik moest stiekem ook een beetje huilen. Alleen, ik ging gewoon altijd aan Tuur vragen. Moet je huilen, moet je huilen, moet je huilen. Dan hoef ik zelf niet meer te huilen. Maar het is eigenlijk helemaal niks mis met huilen. Dus ik heb nu ook een traan in mijn oog. Maar dat is eigenlijk meer omdat ik heel erg moe ben. Dus ik heb het meer bij sportprestaties van andere mensen. Ja. Als het de Olympische Spelen zijn, dan kan ik gewoon echt 2 weken lang alleen maar huilen. Ja. Ik vroeg me af of je voor het hardlopen nog kunt eten. Ik ben een fietser en beginnend hardloper. Nu ik meer dan 5 kilometer ga hardlopen, kom ik de grens tegen dat ik niet meer op een nuchtere maag kan lopen. Sta je dan voor bijvoorbeeld een 10 kilometer 's ochtends 2 uur eerder op om te eten? Ik kan wel binnen een half uur, 3 kwartier hardlopen na mijn ontbijt. Ja, maar moet het wel echt iets zijn wat makkelijk verteerbaar is. Havermout kan... Een banaan kan, maar als ik brood met ei ga eten, kan ik daarna echt niet hardlopen. Dan heb ik echt al minstens 2 uur nodig en dan heb ik na 2 uur nog steeds dat ik... Ja, een banaan kan ik ook niet trouwens. Nee? Nee, een pannenkoek kan ik wel. Ja. Maar ook gewoon brood kan ik ook wel hoor. Brood met Nutella bijvoorbeeld. Ja, Nutella is te vet voor mij. Oh ja, ja. En voor mij is het ook altijd wel belangrijk dat ik eerst naar het toilet ben gegaan voordat ik ga lopen. Dus sowieso ben ik vaak altijd wel eventjes wakker voordat ik ga lopen. Als je koffie neemt, ga je snel naar het toilet, hè? Ja. Danique vraagt of ik ervaring heb met de Apple Watch en of ik die zou aanraden en waarom wel of niet. Ik heb de Apple Watch gekocht toen die net uitkwam in 2015. En ik vond het toen een fijn horloge. Alleen had ik toen nog niet met... Toen had ik nog geen Garmin. Dus toen kende ik die horloges nog niet. Ik had alleen een oud Nike horloge. Waar je eigenlijk heel weinig mee kon. Wat ik fijn vond aan de Apple Watch. Ja, ik weet niet of ik hem op dit moment zou kiezen als sporthorloge. Een van de dingen die ik echt niet fijn vond. Was dat als ik bijvoorbeeld 20 kilometer ging hardlopen. Dat hij dan eigenlijk... al vrij snel weer aan de oplader moest. Dat ik niet eens dus een hele dag met mijn horloge kon doen. Ja? Dat vond ik echt vervelend. Maar ik weet niet hoe de batterij nu is. Het zal wel verbeterd zijn. Het zal hopelijk wel iets verbeterd zijn. Verder... Ik vind het niet zo heel fijn dat het een touchscreen heeft. Het is makkelijker... Ik vind het makkelijker om met knopjes te werken. Want dat touchscreen vond ik heel moeilijk te bedienen tijdens het hardlopen. En verder ben ik ook niet bekend met wat voor soort apps er allemaal op kunnen, waarmee je bijvoorbeeld interval kunt inplannen. Ja, heeft iemand daar ervaring mee? Want ik kreeg pas ook een vraag van iemand die heeft dus een Apple Watch, maar die weet niet welke app die nou moet downloaden, zodat hij interval kan doen. Ja, want bij de Garmin kun je heel makkelijk een training programmeren. Maar is er iemand die de Apple Watch gebruikt en die dus een... app heeft waarmee je trainingen kunt programmeren in je horloge. Ja, dat wil ik. Dat je zelf je training kan bedenken. Dus niet bijvoorbeeld Nike die een training kant en klaar heeft, die je dan op je horloge kan downloaden, maar dat je zelf je training helemaal naar wens kan instellen. Als iemand dat weet, voor Ook al is het voor je telefoon. Want ik ben ook benieuwd of er zo'n app is voor je telefoon. Dat weet ik ook niet. Dus nu vragen wij een keer wat aan jullie. Hier, Live Live Astrid is dat. Ik heb serieus gehuild na bijna iedere wedstrijd die ik gelopen heb. En dan ren ik niet eens een marathon. Maar ik ben gewoon overemotioneel door de hele sfeer eromheen. Daar ben ik gewoon heel gevoelig voor. Ja, weet je, ik heb ook vaak genoeg langs de kant van een marathon gestaan. En dan kan ik echt huilen. Voor snelle lopers die iets meer dan 2 uur over de marathon doen. Maar ook voor lopers die er 6 uur over doen. Of lopers die er 4 uur over doen. Daar kan ik heel emotioneel van worden. Maar mijn eigen prestaties? Heb jij, want dat heb ik wel eens gehad. Ik heb wel eens kippenvel gehad. Ja. Onderweg. Dat ik op een 10 kilometer liep of zo. En dat ik op een tempo liep. En dat ik dacht, oh, dit wordt een echt een goede tijd. Ja, dat heb ik wel gehad. En dat ik echt wist, dit kan niet meer misgaan onderweg, weet je. Dat heb ik wel gehad. Je weet toch wel wanneer ik dat gehad heb. Dat heb ik me 100 keer verteld. Laat me raden. Berlijn? Ja. Oh ja, ja. Berlijn 2015, 35 kilometer punt. Je één na snelste marathon is dat geweest, toch? Ja. Toen liep ik kon toen 1 minuut per kilometer langzamer gaan lopen en ik liep nog steeds een Boston Qualifier. Toen had ik een PR van 32 minuten. Dat was wel echt, dat was echt een kippenvel moment. Maar verder, nee. Een keertje zullen gaan slapen? Ja. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen bij weer een nieuwe vlog waarop we hopelijk wat actiever zijn dan vandaag. Nou ja, jij hebt 100 kilometer gefietst. Ik was vandaag echt super inactief. Ik heb vandaag 1587 stappen gezet. Woehoe! Maar je bent wel bezig geweest met je nieuwe dingetje, toch? Ja. En we gaan weer een podcast opnemen morgen of overmorgen. Ja. Stel we doen het overmorgen, dan willen wij nog wel wat overbodige gadgets van jullie weten, toch? Ja, we kregen een vraag. Wat is volgens jullie de meest overbodige hardloopgadget? En ik vind het heel moeilijk om dat te bedenken, want ik vind eigenlijk alles handig. Maar misschien heb jij nog een overbodige gadget en dan denken wij, oh ja, dat we daar niet aan gedacht hebben. Dus ik had er al 2 bedacht. Oh ja, niet delen. Oh. Niet leuk voor de podcast bewaren. Oh ja, en misschien hebben jullie ook nog wel dingen gezien die mensen hebben. En dat je denkt, wat heb je daar nu aan? Toch? Ja. Oké, dankjewel voor het kijken en tot morgen. Have a good run.